Welkom bij de Open Poort. We zijn een warme kamer begonnen. Logisch, want het is koud aan het worden. En wat is de warme kamer? Dat is een initiatief van het Leger des Heils, wat we ook als de Open Poort, als buurtkerk van de Open Poort, hebben omarmd. We willen graag dat mensen die deze winter in de kou komen te zitten, dat ze rustig eventjes lekker gezellig warm bij ons kunnen komen. Ze kunnen genieten van een kopje koffie, van de warmte uiteraard, van een stukje gezelligheid, een krantje lezen. En uiteraard tussen de middag ook genieten van een warme lunch. Voor de mensen die het nodig hebben, van harte welkom. Goedemorgen allemaal. We zijn hier in het jeugdhonk van de Open Poort. Hier wordt de warme kamer gehouden en we zijn heel blij dat we begonnen zijn. En we hopen dat echte mensen die het nodig hebben zich ook rustig en heel vrij voelen om bij ons te komen. Om een dag te kunnen genieten hier zo van de warmte, de koffie en alles wat erbij hoort. Een gezellig hoekje waar de mensen heerlijk kunnen loungen. We hebben natuurlijk onze bibliotheek hier ook in de kerk. Dat is ook altijd heel, heel leuk. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. En daarnaast hebben we hier rechts ons het biljart. Natuurlijk hebben we, wat ik straks al vertelde, een sjoenbak. Het kan gedart worden voor de mensen die dat leuk vinden. En daarnaast hebben we voor zover nodig spelletjes. En mensen kunnen eventueel ook nog gebruik maken om te studeren in een van de kamers. Kom binnen, zou ik zeggen. Kijk eens aan. Hier is ook nog een gezellige ruimte. Een vergaderruimte uiteraard, maar er kan natuurlijk ook prima gestudeerd worden. Iedereen is hier van harte welkom om te studeren of om wat dan ook maar. Daar is deze kamer uitstekend geschikt voor. Het is echt, zoals ze het plat hartem zeggen, atemers, veratemers. Dus iedereen mag hier komen. Van harte zelfs. Welkom.